wanneer jouw meester zijn hart met jou deelt. Aan die einde van die dag gaan dit om Vader se hart met jou te deel. Want Jezus is gekomen uit die boezem van die Vader om die Vader te verklaren wie hij is. Hij sê dan, wie mij gezien heeft, heeft die Vader gezien. Als ik daar die beginsels dan volg, wat uitgezet is in die bergpredikatie, wat die meester aan ons gedeel het daar op die berg. Jouw berg, die plek waar je perspectief krijgt, die plek waar je zit samen met jouw meester, om af te kijken in je omstandigheden, af te kijken in die intimidatie, af te kijken in die plek waar daar teleurstellings, mislukkings of succes is. Bo daar die mislukking, bo daar die succes, daar is die plek waar je samen met hom zit. En vanuit daar die plek vind jij geluk, vervulling. Als ik dan kijk, wat sê die Vader, wat zoek hij? Wat is zijn begeerte? Wat gee hom geluk? Dan zie ik in Johannes 4, God zoekt. God zoekt dit wat hij begeert. En dit is ware aanbidders, wat hom zal aanbid in geest en in waarheid. Niet volgens die feiten, nie, maar volgens die waarheid, hom zal aanbid. Om te kunnen zeggen, ten spijte van dit, ten spijte van mijn emoties op en af, teleurstellingen, zeer, succes, mislukkings, ten spijte van dit, nogthans zal ik jubel, zal ik juich in die God van mijn heil, zoals wat die profeet Habakkuk gezegd. Mag ik en jij verstaan hoe om te leven volgens ons skeppingsdoel? Ja, dat mijn geluk meer en meer zal wees op grond van die feit dat ik hom ken. Op grond van die feit dat ik begeerte het om hom te zien in elke situatie. Dat ik die geleentheid kan zien, die voorrecht om hom te kan eer, ten spijte van wat ik beleef. En daarom, ons sien in vers 11, salig is julle wanneer die mensen julle beledig, in vervolg, in valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om mij ontwil, waar het gaan oor hom, en oor hom alleen. Zalig is ek, verblij en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. So het hulle die vervolg wat die woord van God in hulle mond gehad het. Met een ontzag vir God. Verblij en verheug julle, laat ons opgewonden wees. Laat ons gelukkig wees, dat daar een emotie wees in ons harte om te sê wat een voorrecht. Om te kan staan, nie net in die naam van die Here, maar wanneer ek staan in die naam van die Here, om te brek, om te wauw oor wie ons God is. Dat mensen kan kijken naar ons statuur, maar dat ons statuur in Christus niet gebaseerd is op succes. Eerstens gebaseerd op respect voor die woord. Dat ons al konings wees vanuit die woord van God. Maar op grond van daar die woord, vanuit ons geest, dan ook priesters zal wees, wat hom tot in alle eeuwigheid zal aanbid. My broed, my sis, kom ons vind ons geluk in hom. En hoe is jy in staat daartoe? Leer. Leer ken hierdie beginsels waarover ons gepraat het. Asseblief, werk deur hierdie hele geheel prentjie wat ons geskep het. Wat ons glo, wat die meester vir ons wil sê. Soos wat hy ook gesê het vir sy disciples daar op die berg. Mag jy fantastische volgende fase beleef, en die Heere jou net verras met dit wat hij vir jou het, soos wat jy kies om die beginsels toe te pas, vast te maak vir jou leven, omdat hy begeert het, dat jy met vervulling, met geluk, jouself kan gee as een aanbidder, eeuwige aanbidder van God, vanuit jou geest, en vanuit die waarheid van die woord, wat jy tot in eeuwigheid eer.
geseënde dag en mag jy jou vervulling in hom vind. Amen.